3D ICT is ontstaan uit het vroegere Orqua. Zowel David als ikzelf, we hebben ondertussen toch meer dan 10 jaar ervaring in de ICT-sector. Toen Orqua verkocht werd aan een Nederlandse holding, heb ik besloten om zelf een ICT-bedrijf op te richten in het jaar 2008. Een bedrijf zowel gefocust op detachering als op consulting. 3D ICT is eigenlijk gebaseerd op het Orqua-principe, waarbij we de beste ICT-consultants, zowel mensen die freelance voor ons werken of mensen in vaste dienst, opdrachten uitvoeren bij onze klanten. Belangrijk daarbij is uiteraard dat wij steeds de beste prijzen hanteren in de markt. Hoe kunnen wij dat doen? Dat is eigenlijk heel simpel, door onze lage overheid en omdat we financieel zeer gezond zijn. Uiteraard mogen we daarbij ook de kwaliteit niet uit het oog verliezen, integendeel. Dus wij voorzien de beste consultants aan de beste prijs. Toen ik in 2010 een meerderheidsbelang nam in 3D ICT, was het mijn onmiddellijke ambitie om het dienstenpakket van 3D ICT verder uit te breiden met managed services van werkplekkenbeheer. Hetgeen dat we eigenlijk in de volksmond een beetje helpdesk noemen. Support, gewoon ondersteuning van gebruikers die PC's gebruiken. Op dat vlak heeft 3D ICT een uniek businessmodel. Dat eigenlijk wil zeggen, we combineren ons groot team van meer dan 40 ervaren support engineers aan een topkwaliteit en een enorme flexibiliteit naar klanten toe. Dat heeft er eigenlijk toe geleid dat we op dit moment onze diensten verlenen aan heel veel grote financiële instellingen, industriële bedrijven en ook aan in de dienstensector. De combinatie van onze managed services divisie en de consultancy divisie hebben ertoe geleid dat we jaar op jaar ons zakencijfer zien verdubbelen. En hetgeen eigenlijk nog belangrijker is, ook ons aantal tevreden mensen. Dit jaar plant 3D ICT nog een 30-tal nieuwe werknemers en consultants aan te trekken. Zij dienen uiteraard zeer gemotiveerd te zijn en bovengemiddeld te presteren bij de klant. Een liefde voor het vak is daarbij uiteraard noodzakelijk. Zij moeten uitmunten in wat zij doen, net zoals wij uitmunten in de diensten die wij verlenen aan onze klanten. Door de enorme expansie die 3D ICT de laatste jaren heeft gekend, zijn wij begin dit jaar op zoek gegaan naar nieuwe kantoren. Ondertussen hebben we onze intrek genomen in de nieuwe kantoren in de Verschansingstraat 48 op het Hippe Zuid in Antwerpen. Deze locatie huisvest onze selectie- en recruteringsdienst, maar ook onze salesafdeling. Ook de technische mensen werken van op het Zuid in Antwerpen. Tegen november dit jaar zal hier ook onze nieuwe 3D Academy worden ondergebracht. Het is duidelijk dat wanneer een klant op dit moment niet kiest voor 3D ICT, hij duidelijk de keuze maakt om voor zijn consultancy en werkplekkenbeheer een veel duurdere oplossing te nemen en ook een minder kwalitatieve. 3D ICT is op dit vlak binnen België de nummer 1.